Zaterdag 4 oktober is op grootse wijze het 10-jarig bestaan van kringloopwinkel Secunda gevierd. Honderden mensen kwamen af op de populaire winkel. Wij hebben een feestje. Wij bestaan 10 jaar. Een klein applausje. En daar zijn we ontzettend trots op. En als ik dan even terugdenk aan hoe is dat dan tot stand gekomen. Dan waren daar 3 maatschappelijke organisaties, als ik het zo mag noemen, bij betrokken. Allereerst natuurlijk de gemeente Tiel. En vervolgens waren daar Lander en Avri die de koppen bij elkaar staken. En zonder die 3 organisaties waren wij hier ook niet geweest. Even graag applaus voor de gemeente Tiel, Avri en Lander. Burgemeester Beenakker opende rond 10:30 de feestelijkheden officieel. In zijn toespraak memoreerde Beenakker het belang van kringloopwinkels en Secunda in het bijzonder. De handel in gebruikte goederen is natuurlijk niet meer weg te denken in onze moderne maatschappij. Het is ook goed dat dat gebeurt. En dat we stilstaan bij kringlopen en duurzaamheid. En belang natuurlijk voor ons milieu. En het is belangrijk om daar helder over te communiceren. Nou, dat doen jullie als Secunda. Een bijzonder bedrijf zonder winstoogmerk. Want alle opbrengsten worden terug geïnvesteerd. Daar gaan we zo meteen volgens mij een bord voor onthullen. En een belangrijk deel gaat natuurlijk naar het personeel, zoals ik dat al noemde. Heel veel medewerkers die ook vrijwillig werken. Maar ook een aantal betaalde arbeidskrachten die natuurlijk noodzakelijk zijn om mensen te begeleiden. Het essentie van het bord is eigenlijk om zichtbaar te maken dat het geven van producten, want mensen brengen hier natuurlijk producten, dat is de essentie, maar ook het kopen van producten hier bij Secunda, dat nieuwe kansen geeft voor de Tielse samenleving, voor de mens, voor de producten en voor het milieu. Door een bord te onthullen samen met de directeur Mark van den Broeke werden de feestelijkheden gestart. Secunda heeft in de afgelopen 10 jaar op meerdere gebieden haar waarde bewezen. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit Lander worden hier mensen geplaatst met een arbeidshandicap. En zo in de afgelopen jaren hebben we hier zo'n 50 mensen geplaatst. En voor een deel blijven die wat langer. Sommigen werken hier al 10 jaar inmiddels. En voor een ander deel zijn het mensen die hier een tijdje werken, werkervaring opdoen. En vervolgens weer op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Dus ja, dat is fantastisch. Alhoewel landelijk een groot aantal kringloopwinkels in zwaar weer verkeert, is de Tielse kringloopwinkel een positieve uitzondering. Er wordt hier voortdurend geïnnoveerd, er worden nieuwe dingen bedacht. Er wordt met producten omgegaan zoals dat zou moeten. Er wordt eerst gekeken, kan het verkocht worden? Kan het gerepareerd worden? En zo niet, wordt het aan de achterkant van het bedrijf uit elkaar gehaald en wordt het weer gerecycled als grondstoffen. Tiel een voorbeeld voor anderen? Absoluut. Ik denk dat heel veel kringloopbedrijven hier eens naartoe zouden moeten komen. Hoe ze het hier doen. En ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is voor onze branche.